Bas, even serieus. Die strafschop die overgenomen moest worden bij VVV. Ja, daar komt hij. Willen we even weten hoe dat werkt? Dat doe je toch niet? Dat doe je toch niet als je scheidsrechter bent? Oeh, welke? Omdat die gasten te snel inliepen. Ja, maar ja, hoe werkt dat precies? Dat willen mensen weten ook bij het inlopen. Bij de strafschop is... Kijk, wat je hier ziet is dat die speler dus... Nou. Ja. Nee, maar dan dat mag niet. Die moet je aan de spelregels houden. Ja, maar heb jij je hele leven al moeite mee? Het is ongelooflijk. Ja. Nee, maar maar hoe ver... nou staat hij een meter verder. Is het dan wel ingrijpen? Nou staat hij 1,5 meter verder. Wanneer grijp jij? Het heeft geen enkele relevantie. Jawel. Dat hij inloopt voor het verloop. Jawel, want, als de keeper hem tegenhoudt, is hij eerder bij de bal dan de speler. Hij is eerder bij de bal. Ja. Dus dat betekent dat hij ingrijpt in het spel. Maar er loopt niet eens iemand in. Van Utrecht. Ja, die man die de strafschop neemt, die is dichterbij al. Ja, maar die man die de strafschop die schiet... en stel de doelman stopt, maar komt terug van de paal... en hij is daardoor eerder bij de bal dan de rest van de verdedigers. Dan heeft hij toch voordeel. Dan is maar laatst was er zo'n situatie met Makkeli. Ja, toen ging je er wel in, maar dan telt het niet op zo'n moment dan. Nee, maar met Danny was een situatie dat beide spelers te vroeg inliepen. Ik weet niet... Kijk, deze situatie... Ja, goed. Ze staan gewoon voor hem. Hij ziet het niet eens meer. Nee. En dit gaat gewoon door dan? Deze situatie, deze bal ging erin. Dan kan een VAR niet ingrijpen. Die kan alleen maar ingrijpen als hij terugkomt... en dan is een speler te vroeg ingelopen. Dus bij deze situatie kan een VAR niet ingrijpen. Maar Danny heeft zelf ook al aangegeven na afloop van de wedstrijd... dat hij dit zelf had moeten zien. En hij zag ze niet of zo? Ja. Ja, soms ben je op iets gefixeerd dat je het niet ziet. Maar ik heb ook wel momenten gehad dat ik dingen mis. Hij staat op zijn voet. Ja. Ik bedoel, het gaat er helemaal nergens meer over dit. Ik heb een camera van de andere kant. Nee, maar... Dit is wel, maar hij heeft hij zelf ook aangegeven dat ik zelf moet zien. Wim wordt nu boos, hoor. Dus we zitten in de slotfase. Maar in Engeland doen ze helemaal niet die VAR. Die gebruiken ze bijna helemaal niet, hè, in Engeland. Veel minder. Alleen, ze gaan niet kijken. Ze gaan niet kijken. Nee, ze gaan niet kijken, nee. En wij waren vorige week bij de UEFA-cursus, die was op Mallorca. En daar hadden we ook weer... Daar zeggen ze ook heel duidelijk... Nee, we willen dat de scheidsrechter echt de eindverantwoordelijke blijft. Zoals ik in Nederland. Dan moet hij dus gaan kijken. Ja, dan moet je gaan kijken. Ook in Engeland. Maar in Engeland hebben ze gewoon met elkaar gezegd... Ja, we gaan niet. We volgen gewoon de VAR. Word je een beetje moe van YouTube? Download aan de app van Veronica Insight.